En als ik kijk naar het thema veerkracht, dan betekent dat voor ons eigenlijk het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit van organisaties, maar ook zeker van individuen, om mee te kunnen gaan eigenlijk in de versnelling waarin we nu zitten. En je ziet dat we verbinding kunnen maken via digitale systemen en daardoor eigenlijk hebben ervaren dat we veel laagdrempeliger en directer met elkaar in contact kunnen komen en dus ook van meerwaarde kunnen zijn voor elkaar. Nou, dat begint allereerst met dat je aandacht moet hebben voor je medewerkers en dat je ervoor moet zorgen dat je de randvoorwaarden inricht. En dat zijn niet alleen technische randvoorwaarden, maar ook dat je medewerkers kunt begeleiden in een stukje adoptie en de ruimte biedt om te leren omgaan met deze veranderingen waar we in zitten. Ook wij missen natuurlijk het fysieke contact. We staan er wel voor online leren, maar we erkennen ook zeker de behoefte van mensen om fysiek bij elkaar te komen. Maar bij ons in het team zie ik met name dat er heel veel energie is ontstaan, dat dat nu ook echt wordt opgepakt. Dus we hebben met name de energie in het team om die kennis nu veel breder te verspreiden. Het meest opvallende vind ik dat organisaties er nu pas achter komen dat het online werken niet meer zal verdwijnen. En ik vind het juist ook wel mooi dat door de ervaring die we dit jaar hebben opgedaan met elkaar, dat je daarin dus veel meer duurzaam met elkaar gaat kijken. En ik denk dat pre-COVID zou deze stap nooit zo snel zijn gezet. En nu is het een proces wat nooit meer zal verdwijnen. Dus dat is denk ik een hele mooie ontwikkeling die onomkeerbaar is. Yeah. Mijn belangrijkste tip is, zie deze periode ook als een kans en kijk niet alleen naar de negatieve impact van de pandemie, maar kijk welke mogelijkheden er voor jou als organisatie zijn ontstaan om ook de komende jaren door te zetten. We kunnen misschien wel meer kwaliteit halen uit de dingen die we offline gaan doen, maar zeker ook uit wat we online zullen blijven doen. En besteed daarbij ook zeker aandacht aan die randvoorwaarden en aan ondersteuning van je medewerkers. Toon begrip voor elkaar en bied ruimte om ook met elkaar te ontwikkelen. En dan zal je zien dat die veerkracht blijft, zich zal ontwikkelen en zich zal doorzetten.